Dag, fijn dat u kijkt naar deze video van Art & Leisure. Vandaag neem ik u graag mee naar de National Gallery of Art in Washington DC om te kijken naar de Annunciatie van Jan van Eyck. Daarbij vertel ik u graag wat meer over de symboliek en ook over de vernieuwingen die ervoor zorgden dat Jan van Eyck wereldberoemd werd. Maar eerst kijken we naar het werk zelf. U ziet hier een annunciatie, ofwel een verkondiging aan Maria. In het Evangelie van Lucas leest u dat de engel Gabriel een bezoek bracht aan Maria en haar vertelde dat zij in verwachting zou raken, dat ze een zoon zou baren en dat zij die de naam Jezus zou geven. Maria vraagt daarop hoe het mogelijk is dat ze in verwachting zou raken. Ze had immers nooit gemeenschap gehad. Maar de engel verklaart dat de Heilige Geest over haar zal komen en dat zij de Zoon van God zal baren. Al die elementen zien we hierin terug. De verraste en terugdeinzende reactie van Maria op de binnenkomst en de boodschap van de engel, zoals die traditioneel werd weergegeven in de vele middeleeuwse voorstellingen met dit onderwerp. Maar u ziet ook de duif van de Heilige Geest, de witte duif, links boven het hoofd van Maria, in een stralenbundel die door het raampje linksboven naar beneden komt. En op de boodschap dat zij de Zoon van God zal baren, reageert Maria met de woorden: "Zie hier de dienstmaagd van de Heer." En die woorden heeft Jan van Eyck in het Latijn weergegeven op dit schilderij. U kunt ze lezen van rechts naar links, in spiegelbeeld. En daarmee ontstaat er als het ware een wisselwerking tussen Maria en de engel. De tekst van de engel, de Ave Gratia Plena, de Wees gegroet Maria, die lezen we van links naar rechts. Er is dus als het ware echt sprake van een gesprek. En er waren meerdere kunstenaars die op deze manier tekstfragmenten meenamen in hun schilderij. En Jan van Eyck gaat dus gewoon mee in die traditie. En dat doet hij ook door Maria in een blauwe mantel te kleden. U ziet ook dat er een boek voor haar ligt. Een opengeslagen boek waarin ze aan het lezen was. Maar dan wordt ze gestoord door de binnenkomst van de engel. En u ziet ook in de rechteronderhoek een witte lelie, symbool voor haar maagdelijkheid. Op één belangrijk punt wijkt Jan van Eyck echter af van de beeldtraditie. En dat is door de plaatsing in een kerk. Hij zet daarmee een nieuwe trend in gang in de Lage Landen. Maar traditioneel werd de Annunciatie weergegeven in een huiselijke omgeving. Hij had dat zelf ook al eerder gedaan, bijvoorbeeld in de buitenluiken van het Lam Gods. Hier ziet u die voorstelling met links de engel en de inmiddels bekende lelie, aan de rechterkant Maria met haar boeken en de duif van de Heilige Geest boven haar hoofd. Maar in het midden, in de middelste twee paneeltjes, daar zien we onder meer een waterbassa en een doorkijkje naar een Vlaamse stad. Hoe huiselijk wilt u het hebben? Maar Jan van Eyck zorgde dus voor een vernieuwing. En het is zeker niet de enige vernieuwing die hij doorvoerde in de schilderkunst. Jan van Eyck, die u hier op een vermeend zelfportret ziet, hoorde tot de Vlaamse primitieven. Net als Rogier van der Weijden en Hans Memling en Dirk Bouts. En al die schilders die werkten in olieverf, op paneel. En ze waren daarmee grote vernieuwers. Maar Jan van Eyck steekt met kop en schouders boven die groep uit. Simpelweg omdat hij de techniek van de olieverf verder doorvoert. Hij werd daar zo'n grootheid in dat midden 16e eeuw Giorgio Vasari zelfs foutief stelde dat hij de ontdekker van de olieverf was. Maar het enige wat hij gedaan heeft is de kwaliteiten van olieverf optimaal gebruiken. Voordat olieverf in zwang raakte, gebruikten schilders vaak tempera, verf op eigeelbasis. En die verf die was heel duurzaam, maar die droogde ook ontzettend snel. Wat inhield dat op het moment dat je daar een laagje overheen aanbracht, dus laag op laag, dan bleef het eigenlijk vlak en mat. In olieverf werkte Jan van Eyck nat in nat.
dus op de natte laag olieverf, olieverf blijft sowieso langer nat, werkt hij een nieuwe laag uit. En wat er daarmee gebeurt, is dat onderste lagen gaan doorwerken in die bovenste laag. Je krijgt dus een veel rijkere kleur. Je krijgt ook een prachtig verloop van kleuren. En je krijgt een luminositeit die nog nooit eerder bewerkstelligd werd in olieverf. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit voorbeeld. U ziet hier de brokatenmantel, eigenlijk het gewaad van de engel. En u ziet hier dat hij dat brokaat waanzinnig realistisch uitvoert. Echter, het is niet uitgevoerd in het traditionele bladgoud. Maar hij gebruikt gewoon olieverf om diezelfde luminositeit te krijgen. En kijk eens naar de parels. De pareltjes zijn echt daadwerkelijk rond. Het zijn echt bolletjes. Door de toevoeging van dat witte stipje. Nat in nat. Waardoor je dat verloop van die kleuren krijgt. Jan van Eyck gebruikt deze techniek om zijn waanzinnige observatievermogen in de schilderkunst weer te geven. Het zijn twee dingen die hierdoor bij elkaar komen. Maar toch moeten we ons niet vergissen. Naturalisme en een realistische stofuitdrukking waren voor hem niet het allerhoogste doel, niet een doel op zich. Hij wilde dat naturalisme en een realistische weergave van de wereld gebruiken om inzicht te geven in de goddelijke wereld. En dat hoort ook echt bij die tijd. We zitten in de 15e eeuw. De kerk speelt nog steeds een dominante rol in het leven van de mensen. En in de schilderkunst zien we schilderijen gevuld met symbolen. En dat is ook bij deze Annunciatie het geval. En om dichter bij die symboliek te komen, moeten we even terug naar de basis van die Annunciatie. Wat is dat dan? De Annunciatie, de verkondiging aan Maria, is het kantelpunt tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Het markeert die overgang. En dat heeft Jan van Eyck hier weergegeven. Bijvoorbeeld in de stijl die hij gebruikte om de kerk neer te zetten. Deze kerk is namelijk gebouwd in twee bouwstijlen. De bovenste rand met de ramen, waar aan de linkerkant, daar ziet u rondboogvensters. Dat is Romaanse bouwkunst. Daaronder, op het niveau van de engel en van Maria, zien we echter spitsbogen en spitsboogvensters tegen de achterwand. En dat verwijst naar de gotiek. De gotiek was een latere bouwstijl dan het Romaans. En door het Romaans hier boven de gotiek te zetten, weten we dat het symbolisch moet zijn. Ook zien we dat achter Maria die drie prachtige ramen zijn weergegeven. Drie ramen staan voor de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. En zijn daarmee dus weer symbool voor het Nieuwe Testament. In diezelfde achterwand zien we bovenin een referentie aan het Oude Testament. En dat ziet u hier. U ziet hier het venster in het midden met God de Vader, met de nimbus en de scepter en het boek, omgeven door zijn amandelvorm, door zijn mandorla. En u ziet aan de linker en rechterkant daarvan een voorstelling uit het leven van Mozes. Links ziet u dat Mozes als baby wordt aangeboden aan de dochter van de farao. En aan de rechterkant zien we dat God de Vader, hier nog net te zien met zijn kruisnimbus, het tweede gebod in de vorm van een schriftrol overdraagt aan Mozes. En dat tweede gebod is de overeenkomst die God maakt met de mensen. Er is maar één God. Ze zullen geen andere goden aanbidden. Dat is het Oude Testament bovenin, echter. We zien ook oudtestamentische referenties helemaal onderin, in de vloertegels. En daar ziet u onder meer deze voorstelling van David die het hoofd van Goliath eraf hakt, in het bijzijn van koning Saul. Door de onthoofding van Goliath zorgt David dat zijn volk veilig is.
Hij redt zijn volk. En zo is de komst van Christus ook de redding van de mensheid. We noemen dit wel een prefiguratie, een vooraankondiging van de komst van Christus, te vinden in het Oude Testament. En zo ziet u dus dat dit werk vol staat met symbolen. Bol staat van de symboliek, maar ook een technisch hoogstandje laat zien. Techniek, observatie en kennis van de symboliek komen hier in dit prachtige werk samen. En de technische kennis die Jan van Eyck hier tentoonspreidt, die zorgt ervoor dat hij wereldfaam krijgt. Italiaanse renaissance schilders die nemen die techniek bijvoorbeeld over. En dit heeft er ook voor gezorgd dat hij tot op de dag van vandaag tot de grootste schilders aller tijden hoort. Ik hoop dat u genoten heeft van deze video. Dank u wel voor het kijken. Wilt u geen enkele video missen? Abonneer u dan op dit YouTube-kanaal. Ik zie u graag een volgende keer weer terug.